Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, op pagina 42 zei u bij de lichtduur dat iedereen met Omicron daar ligt. En u gaat dan proberen bij te houden wat dan het verschil is of er mensen zijn die door of met Omicron daar liggen. Nou, dit is een persoonlijke irritatie. We hebben een jaar geleden een ongelooflijk gevecht gehad met Hugo de Jonge. Inmiddels zegt Maurice de Bos ook, van de Bos ook. Het wordt allemaal erg slecht geregistreerd, maar ik werd toen weggezet als verspreider van nepnieuws, omdat IC-artsen mij opbelden en zeiden, ja, sorry, er komen hier mensen met een auto-ongeluk binnen, wat staaf in hun neus. En die liggen dan als coronapatiënt daar. Dit heeft een ongelooflijk effect, hè? En de Telegraaf kopt vanochtend, ziekenhuiscijfers zwaar vertekend. Deel covid-patiënten niet door, maar met besmetting opgenomen. 30% ligt daar met covid. Heeft gewoon een auto-ongeluk gehad. Dit werkt door in de invloed van de effectiviteit van vaccinatie op de IC-opnames, op de IFR, op het advies van de OMT. En u moet je goed realiseren dat dit kabinet neemt vrijwel altijd gewoon uw advies over. Dus hoe werkt deze ongelooflijke slechte cijferbrei door in uw advies en in de maatregelen? Meneer Van Dissel. Ja, kijk, waar u naar verwijst is een een greep uit mijn hart. Hè, is dat we graag actuele data willen van dit moment. En dat is gewoon heel ingewikkeld voor elkaar te krijgen omwille van allerlei regelingen. Dus uw pleidooi dat wij over de zeer dynamische data zouden kunnen beschikken, dat ondersteun ik van harte. Want dat zou een heleboel moeite schelen die we nu moeten doen. Maar we hebben domweg die data niet, zeker niet real life, beschikbaar. Het tweede wat u zegt over 30%, dat wil ik toch wel. Ik weet niet waar de Telegraaf dat percentage uit krijgt. Tuurlijk, hè, dus dat is er één. Maar we hebben 90-plus ziekenhuizen in Nederland. We hebben uit meerdere centra houden dat juist bij. En die getallen noemde ik u net. Hè. We zitten nu op zo'n 10-15% misschien in ziekenhuizen. Sommige zullen zeker hoger zijn, andere zijn ongetwijfeld nog lager. Dus de inventarisatie die we daar steeds van doen, en dat is volgens nog op koetwil van een aantal personen die in de ziekenhuizen daaraan wil meewerken om ons dat zo snel mogelijk door te geven, is dat dat zeker lager is. Maar een enkel ziekenhuis zou het best een keer hoger kunnen zijn. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om het gemiddelde. Dank u wel. Meneer Van Hagen, uw tweede vraag. Ik wel een opmerking. Meneer Van Dissel is de deskundige die adviseert aan het kabinet. Politiek verantwoordelijk gaan we vanmiddag over hebben. Dus ik wil wel vragen of u die rollen wil scheiden. Ja, dat is bekend. De cijfers zijn heel erg troebel en de modellen die kloppen nooit. En na 2 jaar is het uitermate treurig dat we hier zijn aangekomen. Goed, ik heb nog een vraag en die gaat ook eigenlijk over data. Op pagina 19 gaf u iets aan over de IC-opnames en op pagina 12 over herinfecties. Nou, welk percentage van de mensen in het ziekenhuis en op de IC heeft nou corona op een natuurlijke wijze doorgemaakt? Met andere woorden, hoe groot is de kans dat je na het doormaken en herstellen van een natuurlijke infectie toch nog op de IC belandt? Want er wordt alleen aangegeven, nou, je bent ongevaccineerd of gevaccineerd. Is het niet mogelijk om daar ook bij te krijgen, niet gevaccineerd en eerder de infectie doorgemaakt, en wel gevaccineerd en eerder de infectie doorgemaakt? Want het is mijn idee dat als je het eenmaal hebt doorgemaakt, dat je dan voldoende beschermd bent. En dat wijzen ook allerlei onderzoeken uit die zeggen van je hebt 8 keer zoveel bescherming als je het gewoon op natuurlijke wijze hebt doorgemaakt. Maar wij registreren dat niet, dus we zien dat niet. Misschien heeft u een idee. Meneer Van Dissel. Nou ja, ook daar ondersteun ik van harte de oproep om daar zo actuele data over te verkrijgen als maar mogelijk is. Maar wat wij hier presenteren, bijvoorbeeld aan de data vaccinatiestatus voor meldingen, dat heeft al een geweldige moeite gekost. En daar zit ontzettend veel handwerk in, wat natuurlijk wellicht veel simpeler zou kunnen in deze informatiemaatschappij. Voor de ziekenhuis en zeker IC-opnames weten we het niet anders dan ik u laat zien op de pagina daarna. Hè, want daar ziet u in de grafieken weergegeven de vaccinatiestatus in die rode en die groene lijn. Het was pagina 19. Maar daar ontbreekt de groep die het mogelijk gehad heeft door doorgemaakte infectie, die zich niet heeft aangemeld door vaccinatie en die niet op grond van omdat u bijvoorbeeld niet naar de GGD is geweest,
ook daar niet geregistreerd is als hebbende een infectie doorgemaakt. Dus die groep is momenteel een, wat dat betreft in blanke mate een vraagteken voor deze specifieke vraag. Want daar hebben we geen kennis van. We kunnen terugzoeken als iemand bij de GGD positief bevestigd is. En we weten in de meeste gevallen, maar ook dat is veel handwerk, wat de vaccinatiestatus is. Maar de groep die u nog heel specifiek bedoelt, namelijk infectie doorgemaakt, dat niet bevestigd bij de GGD, ja, die kennen we niet.